Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Dat is dan wel gevaarlijk natuurlijk met de lopende Sané. Hij is er mee vandoor, Sané. En voorlangs. Nou, dat had hij veel beter moeten doen. Deze afwerking is matig. Een lange bal die remtje. Muñoz is er mee vandoor. Maar hij krijgt hem niet onder controle. Kan nog snel draaien. Ja, wordt een beetje vastgehouden. Muñoz en zijn vandoor. Hij maakt er nog wat van. Eerst naar Sané, want die heeft heel veel ruimte en die legt hem naast. Dat scheelt weinig. Nog zomaar door het hart van het elftal van Benfica oprukken. Coman. Een versnelling weg van Gonçalves. En een goede voorzet. Pavard en daar de paal. Nog aangeraakt onderweg ergens. En dan de paal voorkomt de vroege voorsprong na de rust voor Bayern. Rafa Silva opent voor Diogo Gonçalves. Hij is er nog, dus hij kan een voorzet trappen. Maar hij moet het nu wel goed doen. Stel je voor dat hij scoort. Oh, wat een hand van Neuer. Oh, de hand van Neuer. Wat een actie van Diogo Gonçalves. Dat zou nog wel eens wat geweest zijn. Die had ik dan wel eens zien lopen. Gaat er nu toch niet meer vervangen? Kan toch niet? Of naar binnen, naar rechts, trappen met links. Komt bijna niet beter. Bal voor Jaremchuk. Jaremchuk met Upamecano. Kan hij ervan los? Jaremchuk met Upamecano. Nog Jaremchuk. En voorlangs stapt hij hem. Geweldige inspanning van Roman Jaremchuk. Hij krijgt hem niet tussen de palen, maar... Op 20 minuten van het einde. Toch weer Sané. En nu de goal. Fantastische vrije trap. Geen houden aan voor Vlacho Dimos. Natuurlijk mocht hij het nog een keer proberen. En nu komt er geen hulp meer vanuit het VAR-kantoortje. Nee, nee. Denk er nog eens mooi. En Gnabry vindt daar iemand. Own goal. Ai, de own goal van Grimaldo, denk ik. Wat dan Mendy, denk ik. Nee, is het Everton? Of is het Everton? Ja, Everton. Ja, Everton. Terug, gaan we even verdedigen. Mee was komen verdedigen. Strak binnengekopt. Ja. Dat moet ik wel zeggen. Neuer. En nog een goede strakke bal naar Gnabry. En Vertonghen, ja, die kan het in snelheid natuurlijk niet halen tegen Gnabry. Hij is wel weer in positie. Overlap. En Sané en Lewandowski. Ja, nu gaat het heel erg snel natuurlijk, niet te geloven. Stanisic erbij en uiteindelijk Sané, die ja, niet helemaal kon besluiten, maar geen nood. De doelpunten vallen nu als rijpe appelen uit de kast. Weer drie. En nog twee afgekeurd. Ja, het is om de twee minuten, zoals ze zegt. Dat is een beetje te snel, toch? Even de haar krab. Daar zijn ze nog eens. Weer Gnabry. De ren weer van Stanisic. Daar is hij. En Sané. Ja, het zit te geloven. Om de twee minuten. Alles vliegt er nu in.
Zo wordt dit nog een afstraffing op een paar minuten. Het is precies alsof ze weer tegen Leverkusen voetballen. Dat is vast ook de ene na de andere. Ja. In 4 minuten gaat het van 0-1 naar 0-4. Ja, Bayern stopt niet. Nee, we houden niet in. Daar is het laatste fluitsignaal. Maar het is echt een goede wedstrijd geweest. Het zal een beetje balen zijn voor Jorge Jesus. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.